In Prinsenbeek is aan de Liniewal woensdagmiddag de vernieuwde speeltuin geopend door wethouder Jeroen Bruins. Een groep van 20 gezinnen uit de buurt onder de naam De Jeugd van Tegenwoordig was de drijvende kracht achter de metamorfose. We hebben eigenlijk de laatste jaren steeds meer kinderen in de wijk. We hebben hier een heel mooi speelveld, alleen de speeltuin was echt verouderd. Die was echt nog van de bouwjaren, dus jaren 80. En ik heb zelf ook 2 kinderen die hier graag spelen en die hadden eigenlijk niks waar ze echt nog uitdaging in vonden. En toen hebben we met een buurtgroep, De Jeugd van Tegenwoordig, hebben we een app waarin we gewoon dingen organiseren, speelgoed uitwisselen, dat soort dingen. Hadden we het initiatief opgenomen om daarmee aan de slag te gaan. En toen kwam er vanuit de regiobank een vraag voor mensen die een crowdfunding zochten voor een leuk initiatief. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Om geld op te halen voor de renovatie van de speeltuin hebben de gezinnen meerdere initiatieven op touw gezet. We hebben eerst overleg gehad met de gemeente. Die zeiden, we hebben nu geen geld, maar als jullie kunnen aantonen dat het draagvlak is en zelf wat kunnen bijdragen, dan wilden ze daar wel over nadenken. Dus ze hebben eerst een enquête gedaan in de buurt. Daar kwamen wel meer dan 100 positieve reacties, dat iedereen echt vond dat er wat moest gebeuren. Toen hebben we met de crowdfunding, met een buurtborrel, met loterijen, met sponsors, hebben we €5.000 opgehaald. Dat heeft de Postcode Loterij Buurtfonds nog verdubbeld. En toen zijn we daarmee naar de gemeente gegaan. Toen zeiden ze, ja, als jullie zoveel werk en zoveel voor elkaar hebben gekregen, dan kunnen wij niet achterblijven. En toen hebben we gezamenlijk dit plan opgesteld. Het heeft even geduurd, we zijn er 2 jaar mee bezig geweest in totaal. Maar als je ziet hoe de kinderen nu heerlijk spelen, dan is het zeker waard geweest.